Freddy Hoevers, je bent genomineerd voor de Herman Krikhaarprijs 2016. Hoe voelt dat? Ja, trots als een pauw. Ja. Dus ja, een mooie thuiswedstrijd weer. Ja, dus ja, onverwacht telefoontje. Ben je blij verrast? Ja, ik ben kunst- en decoratieschilder. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, de laatste tijd val ik natuurlijk donders op met de muurschildering, met de teksten en dergelijke. Maar ook ja, ambachtelijk schilderwerk als restauratie van oude meubels en panden, ja, muurschilderingen. Eigenlijk allemaal wat met verf te maken heeft. En de laatste tijd ook veel met fotografie. En dat overlapt elkaar ook wel heel veel, vind ik. Ja, alleen fotografie gaat wat sneller. Als er wat gebeurt, moet je erbij zijn. En met schilderen kun je wat rustiger nadenken. Ik denk, oh, ik doe een beetje links, een beetje rechts, een beetje kleur meer, kleur minder. En met fotografie gaat het allemaal sneller. Maar ja, daar heb je een computer voor. Als ik zo'n groot ding heb, dan moet ik het opmeten. En thuis gewoon goed nadenken. Van, zie je niks over het hoofd. Waar je denken voor staat, dan heb je geen overzicht meer. Dan zeg ik altijd, dan moet je vertrouwen op de duimstok. Wat je bedacht hebt. En dan toch, als er wat misgaat, wil is dat heel ingrijpen. Maar op een gegeven moment, je moet het thuis op papier moet voor dat plan voor elkaar hebben. Want dat soort plekken voor de muur, dat lukt je niet. Mijn grootste angst is dat ik typfoutjes maken. Dat is, want je hebt natuurlijk iedereen die langs loopt, die ziet altijd foutjes, die altijd veel sneller dan de goede dingen. Dus dat is mijn grootste angst. Ja. En dan komt ook altijd, ja, wat kost het? Dan hangt er ook altijd aan vast. En dat is een beetje, daar moet je een beetje de middenweg in vinden. Hè? Ja. Ja, dit ja, zeg maar logo-herkenning die ik eigenlijk bedacht voor de muurgedichten. Maar dat zat wel in het plan dat er meer kwam natuurlijk. En de VA is een symboliek voor de vrijheid van de kunstenaar. En dat heb ik gedaan. Maar de oor, die ring wat er mee zit, dat is de oor van opdracht. Dus als u of wie er ook bij me komt van de opdracht, dan moet er wel naar luisteren. Als u zegt, ik moet een hondje op de muur hebben, dan moet je er geen auto op schilderen. Dat is simpel zat. Maar ja, je krijgt een opdracht. Maar in die oor heb ik drie ruimtes gemaakt. De ruimte, in die opdracht moet wel ruimte zijn om de vrijheid te kunnen gebruiken. Dus je moet altijd wel eens horen. Ja, ik zeg, als je een hondje, dan moet je geen auto schilderen. Dan moet je een hondje schilderen. Maar er moet wel een bepaalde vrijheid in zitten. Maar ik denk, als ik een schets maak, mensen willen toch weten wat er komt, wat kost, wat er komt. Dan maak ik een schets met de computer. Ik zeg, dit is het idee, maar dat kun je niet helemaal letterlijk vertalen. Maar als je ervoor staat, dan ga je toch op gevoel werken. Maar dus wel dat is die vrijheid waar je hebben moet.